Yo, mensen van Homo's Normal, mijn naam is Marendag. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuw video op dit kanaal. Vandaag ben ik met mijn steltje, motties, gaan we naar de apenhul. Daar is de apenhul, daar gaan we naartoe. Dit wordt wat. Ja, het gaat vast wel leuk worden, denk ik. Misschien. Kijk, Niels is best wel lang. Of Spijk is gewoon extreem klein. Gaan apen kijken, Sam? Ja. Wow, dit is echt een hele grote aap. Woehoe, haha. Ik ben aan. Ja, Oscar, wat heb jij gedaan? 5 euro. Je hebt 5 euro betaald voor? De glas. De presentatie. Ja, dit is een fijne kijker. Alle tassen moeten in een aapvrijtas. Wat is een aapvrijtas? Uit de nieuwe collectie van 2022. De apenhul. De aapvrije tas. Helemaal in het groen. Gratis bij de apenhul. Wauw. Kop mijn vaders rug. Loslopen apen. Het gaat gebeuren, eindelijk. Ik vind ze nu al leuk. Kijk wat een cutie. Die aapje. Hallo. Even kijken. Net zo klein. Wat cute. Dus hoop je ook dat hij op jou komt zitten? Hé, maat, kijk. Je kan hier op mijn broek. Hij geeft geen fuck. Monkon de kat! Fuck off! En dan hier zie je Barend, de natuurvideograaf. Hij filmt hoe de aapjes gevoerd worden. En zo heeft Barend heel veel mooie beelden gemaakt van eigenlijk vrij weinig. Laten we hopen dat het verder op de dag beter wordt qua beelden. Waar zit hun eten? Dat deed... Ik wist niet dat ze stro aten. Nee, daar is het. Daar zit het nog lekker. Ah, zijn ze bezig. Ik wil er in ieder geval eentje aan. Ik wil er eentje aanraken. Nee, ik mag niet. Hallo, dat is Intibi Aapsie. Oh mijn god. Vandaag ben ik in de jungle en zijn we op zoek naar apen. We zitten hier met heel veel mooie apen op de achtergrond. En ik hoop dat ik er nog eentje kan voeren vandaag. Best wel een goede imitatie. Was best wel goed eigenlijk. Ja, toch? Je kan zo naar Zep. Zep, hit me up. Ik kan dat niet hoor. Ja, nu hebben we een probleem. Nu hebben we een probleem. Onder zijn benen door. Oh, we hebben geen probleem. Oh. Ik zou dat. Oh, god, waren. Oh. Nee, joh. Ik weet niet of ik dit leuk vond of zeg maar. Heel raar. Of ik dit vond het melden, wel heel zeg maar. Raar. Ja. Wisten jullie trouwens dat je ringapen kost? Die lopen los. Wow, dat is echt een groot hoofd. Wil je nog even spelen, Barend? Ja. Parkour. Dit is het jachtseizoen. Ze zijn naar me op zoek. Kijk, ik ben Barend kwijt. Ik zie een Barend in de wild. Het is best wel hoog hoor. Ik ga het goed uitschrijven. Wat is er aan de hand? Je mag niet naar boven zitten. Hoezo? Omdat u te oud bent. De meisje zegt dat ik er wel op mag. Nee. Maar kijk, hij is een boete aan het uitschrijven. Ja, ja. We zijn op dit moment verdwaald. Goed. Waar zijn we? Jawel, kijk, we gaan nu hier overheen. Oh ja, we moeten wel richting zo. Dus we gaan richting hier. Nou, we gaan gewoon daarheen en dan zien we wel. Wat? Zijn dit dan die ringstaartmakies? Dit zijn de witte Barnegaanse Afrikaanse apen. Oh. Oh. Oh, geen schaamte hoor. Wanneer niemand met Joshua Fortnite wil spelen. We hebben... Nachtapenverblijf. Jongens. Dit is echt super vet. Kijk daarachter. Daarachter. Ja, oké, op de camera zie je niks. Ik doe hem weer uit. Dank u. Is hier dus ook een camera? Dan kan je wel een beetje zien wat we zagen. Dat is een luiaard. En oh, een salamander zit er ook, joh. What the fuck gebeurt er hier? Niet in de kamer. Oké, oh, what the fuck? We zijn bijna bij de ringstaartmakies. Eindelijk! Hey Loemoes, jij er ook zo zin in? Ik heb er super veel zin in. Maar alleen als jij nog even liked en subscribed. We hebben het gevonden. Maar we zien ze niet. Oh, daar zijn ze allemaal. Oh, ze liggen daar allemaal op de... Oh, kijk dat! Oh. De ringstaartmakie. Zoveel ringen op zijn staart. Het is niet normaal, maar we hebben hem gevonden. Wanneer gaan ze dat liedje zingen? Welk liedje? I like to move it, move it.
onze ervaren expediteur Oscar, die is onderweg naar... Oh wow, we zijn helemaal bovenop. Hé, hey, we hebben het gevonden. We zijn er. Oh, Joshua heeft nog steeds geen partner gevonden om mee te spelen. De winkel over. Wat gaan ze doen? Oh, jullie gaan informatie opdoen over je eigen ras. Oh, yo. Oh, yo. Is dit jullie hangplek? Wow. Wie maakte dit geluid? Als ik jij nou eens keihard een slap geef op jouw borst, hè? Heb jij dan rode titi? Nee. Wil jij eens vertellen wat er nu gaat gebeuren? Oké, er was een challenge. Joshua moest zoveel likes krijgen op zijn Instagram foto. En dan zou hij een taart in zijn gezicht krijgen. Maar dat legt hij niet uit, dus vandaar dat ik dit nu doe via een voice-over. Niels, ik probeer die nog te redden, maar... Sam, jij gaat het doen? Ik wil het zo gaan doen. Dat was ook zo hard, Sam! Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Het was weer een grote chaos hier in de Apenhul. Ik vond het in ieder geval een superleuke dag. Alma Wots natuurlijk super bedankt. En jij ook. Ik heb nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later!